Topoverleg op de Bosuil deze voormiddag. De raad van bestuur zit er samen om het te hebben over het overnamebod van spelersmakelaar Saïf Roubi. Of Gunter Hofmans en co. ingaan op het bod, wil het bestuur niet kwijt. Momenteel is er nog niks definitief beslist. We hebben kennis genomen van het overnamebod van meneer Roubi en we gaan ons er verder intern over beraden. Heeft Gunter Hofmans een tegenbod gedaan? Ik kan mij op dat vlak onthouden van alle commentaar. Hofmans zelf wil liever niet reageren, maar de ATV-redactie vernam uit goede bron dat hij niet ingaat op het voorstel dat Roubi hem vrijdag deed. Hofmans zou in dat voorstel wel het geld terugkrijgen dat hij investeerde in de club, maar het voldoet niet aan al zijn voorwaarden. Hij zou vandaag dan ook een tegenbod hebben gedaan, maar ook hierover hield de club zich in stilzwijgen. Wat goed is voor de club, is goed voor mij. Dat is het enige. Of dat nu gebeurt door Gunter Hofmans, of door Saïf Roubi, of door Vladimir Poetin, dat maakt voor mij niet uit. Als het goed is voor de Antwerpen, is het goed voor ons allemaal. Wanneer mogen witte rook verwachten? Ik weet niet of er witte rook komt. Dat kan even een zwarte rook, of groene rook, of rode rook zijn. Ik kan daar geen enkele uitspraak over doen. De club zou Roubi nogthans een ultimatum hebben gesteld. Voor het einde van de week moet er duidelijkheid zijn. Er is dus een padstelling op de Bosuil en dat weegt ook op de supporters door. Des schijnt toch precies serieuzer te zijn met die Roubi. Want wij dachten ook, joh, die gaat zijn schip even kussen of zoiets. Maar je ziet dat nu aan Hasselbank. Ze krijgen hem ook niet buiten. Dus het bestuur hier heel weinig te zeggenschap in het spel van spelers en trainer. Dus ik denk dat het voor Antwerpen beter is dat ze het zouden overlaten aan Roubi. Ja, maar we hebben al verschillende natuurlijk overnameboden gekend de laatste jaren. En ik begrijp dan ook de onrust onder de supporters. Maar we gaan vermijden dat hij dat zich nu ook zal voordoen op de Bosuil. Morgen is Saïf Roubi in het land. Hij zit dan samen met een delegatie supporters.